Zo, dit wordt alweer de laatste video uit de serie van 3 over de belangrijkste updates van Lightburn in de versie 1.5.0 eigenlijk. Inmiddels zitten we op 1.5.02. De twee aanvullende updates waren bugfixes en dat wil zeggen dat daar eigenlijk geen nieuwe functionaliteit in zat. Toch, en nog even één video. En dat is eigenlijk een relatief korte video. Het eerste wat geüpdate is, en dat kan ik u laten zien in Lightburn, is dat je kunt in Lightburn de functie Fire gebruiken. En dan moet ik even kijken, die zit bij verplaatsen, hier die Fire button. Wat dat doet, is dat je laser als het ware output geeft, dus dat blauwe lampje gaat schijnen. Je kunt je echt voorstellen dat als je te veel power daarop geeft, dat het dan dat blauwe lampje gaat iets branden. En dus moet je het vermogen instellen. En dat kun je dus naast die fire button, dat is 2%. Dit kon altijd al. Alleen kan je dit nu tegenwoordig ook nog in de instellingen inpassen en aanstellen. En dat doe je door hier bovenin naar de schroevendraaier en de steeksleutel te gaan. En dan zie je hier bij laser on when framing, kun je ook dat percentage weer instellen. 2%, 1%, meer dan voldoende. Ja. Ik zou zeker niet echt hoger gaan, want als u hem op hout hebt staan en u doet 10% branden, dan kan dat absoluut een brandvlek geven in dat hout. En dat is nou net dat hout wat je wilt laseren met iets anders. Dus waar is die fire button dan voor? Die fire button is er eigenlijk voor om u alvast op het goede spoor te zetten, van dat uw laser op de goede plek staat. Want daar waar dat blauwe lampje schijnt, daar staat de laser. Dus dat is relatief eenvoudig. Nogmaals, het gaat dus om het instellen van de power van dat fire lampje. Hij staat bij mij op 2% en ik kan dat dus hier in de apparaatinstellingen doen. En ik kan dat hier in het tabblad verplaatsen doen. Nog twee aanvullingen, maar die kan ik u niet laten zien, maar ik vertel ze u wel. De eerste vond ik eigenlijk best wel een aardige. Is die belangrijk? Nee, maar wie weet. Als je een laser hebt die kan homen, daarvoor moet je dus eindstops hebben, fysieke eindstops. Anders kun je niet homen namelijk. Ja. Maar als je een laser hebt die kan homen, dan hebben ze nu een shortcut ingebouwd. Dus met andere woorden, als jouw laser is aangesloten op een laptop waarop Lightburn draait en Lightburn is connected naar de laser, zeg maar, en je drukt Ctrl-H, dan zal automatisch je laser naar home gaan. Nogmaals, geldt alleen voor machines die ook kunnen auto-homen en dat wil zeggen dat ze een fysieke eindstop moeten hebben. De functie werkt. Ik heb dat getest en hij doet dit. Ik kan het alleen hier niet laten zien. Ctrl-H, dat is de toetscombinatie. Dan de laatste, die kan ik ook niet laten zien, maar is bijzonder interessant. Ik werk wel eens bij een bedrijf dat galvo-lasers heeft. Oftewel lasers die metaal bijvoorbeeld kunnen laseren. En het mooie van die lasers is dat als je daar de framing aanzet. En dat is dus zeg maar hier bij laser bijvoorbeeld kader. Hè, hij is nu grijs omdat er niks getekend is. Maar als ik dat aanzet, dan maakt hij dus een vierkantje om het object wat ik wil gaan laseren en laat daarmee zien van oké, waar komt het op mijn materiaal. En bij die galvolasers blijft hij dat framen doen. Dus hij blijft vierkantjes trekken aan één stuk door. Tjak, 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 rond. En op die manier zie je altijd waar precies hij lasert. Nou, dit hebben ze ook ingebouwd in beperkte mate nu in Lightburn. Als jij in Lightburn gaat framen, je gebruikt dus die toetskader en je start dat framen, dan blijft hij net zo lang een vierkantje of een cirkeltje, want die hebben we natuurlijk ook, trekken. Net zo lang totdat jij op de OK-knop drukt, want dat is de knop waarmee je het stopzet. En dat betekent dat hij permanent laat zien van oké, waar zit je nu op je materiaal. Dus verschuif je je materiaal, kun je precies zien van waar moet ik nu mijn materiaal neerleggen, zodat ik precies op dat materiaal aan het laseren ben op de plek waar ik dat wil. En dat kun je dus doen met wat ze noemen Continuous Framing Support. Onder andere voor G-code machines. En dat zijn onze diode lasers. Goed lieve mensen. Dat waren de 9 belangrijkste updates in die versie 1.5.0.0. Ik hoop dat je daar plezier aan gaat hebben.
En nou ja, tot een volgende keer. Daag.